De Samsung Gear S3 is een stijlvolle smartwatch en moet voor flink wat verkopen gaan zorgen de komende periode. Wij bekijken deze smartwatch alvast voor je. Dit is Ruud Karis van AndroidWorld vanuit Berlijn. Er zijn twee versies van de Gear S3 uitgebracht, de Classic en de Frontier. Deze laatste is een rugged versie en vooral gericht op de actieve mens. De Classic doet veel denken aan een gewoon horloge. Het verschil tussen beide zit hem naast de looks alleen in het gewicht. De Frontier is met 62 gram net iets zwaarder. Samsung heeft een aantal interessante functies in de Gear S3 weten te stoppen. Er is onder andere GPS aanwezig en ook een barrel- en hoogtemeter. Groot pluspunt is het feit dat het always-on scherm nu veel meer kleuren kan weergeven. En de secondenwijzer is ook continu zichtbaar. Opvallend is de toevoeging van een glimmende wijzerplaat die daadwerkelijk meebeweegt als je je pols beweegt. Zoals we dat ook kennen van echte horloges. Nu is dit natuurlijk een gimmick, maar wel leuk gevonden door Samsung. De bandjes van de Gear S3 zijn verwisselbaar en kunnen dus losgekocht worden. Met de Gear S3 heeft Samsung een watch in handen die veel mensen zal aanspreken. Het design is vrij algemeen gehouden, maar daardoor zeker niet minder mooi. Qua specificaties vinden we onder de motorkap een dual core 1 GHz processor, 768 MB RAM geheugen en 4 GB opslag. Hierop kan bijvoorbeeld muziek opgeslagen worden om via de ingebouwde speaker of een verbonden Bluetooth headset te luisteren. Het scherm is 1,3 inch groot en heeft een resolutie van 360x360 pixels. Met de Gear S3 heeft Samsung een smartwatch neergezet voor het grote publiek. Het eigen besturingssysteem, Tizen OS, begint vorm te krijgen en er zijn meer en meer apps en integraties beschikbaar. Zo zien we onder andere een integratie van Nest waarmee deze slimme thermostaat bediend kan worden. De Gear S3 zal vanaf Q4 te koop zijn in Nederland en België en beide krijgen een adviesprijs van €399.